Karen. Blond, krulletjes. Karen. Die staat hier in dit... Oh, die was best leuk. Ja. Ja. Oh, ja. Die staat in dit huis bekend als Karen Kipfilet. Oh? Karen Kipfilet. Die heeft schaamlip als een loendeuren. Dat is echt niet te geloven. Echt, ze hebben op een gegeven moment een bot gedaan bij de sluizen van de Muiden. Of, als reserveklappers. En die, ze bleven te groot, ze paste niet. Ja, en ze is weer te gast, Jan. Ja, onze Yvonne Koldewijer. Vroeger waren we nog niet heel erg warm bevriend, maar tegenwoordig zijn we maatjes tot alle gaatjes. Nou, alle gaatjes. Nou, ja, eentje slaan we misschien over, maar de rest komt helemaal goed. Ja, maar daar heeft Jan het steeds wel over, dat er een soort van liefdesband opbloeit tussen jullie. Oh ja, dat is waar, zeker. Jan. Nee, maar dan seksueel getint. Nou, laten we dat niet seksueel noemen, licht erotisch. Hmm. Nee, een beetje flirterig bedoel je. Een beetje flirterig bedoel ik, ja. Dus de bloed, dus ligt wat op. Zeker. Terwijl we op het internet lazen dat jij een vriendje hebt. Nou, dat hebben we niet gelezen op het internet. Heb je een vriendje? Ik laat me niet uit over mijn privéleven. Ik ben hier gekomen om over andere mensen te praten. Dat is wel lekker, hè? Ja, als je over anderen praat, maar over jezelf nooit wat wil. Maar is er iets? Speelt er iets? Dus ik zag zeg iets in een restaurant. Nou, ik denk dat er weinig is, Dennis. Want de berichten die ze mij stuurt, die stuur je niet als je een gebonden vrouw bent. Ja, dat is toch wel zo. Godverdikke. En genieten dat ik ervan doe. Ja. Dan zeg ik altijd, Yvonne, als je er doorgaat, komt er misschien nog wel een roddelbaby uit. Roddelbaby. Nou... Dat is cute. Ik denk dat wij een mooi kindje zouden kunnen krijgen. Denk je niet? Nou, ik heb al 3 voorbeelden gezien. Dat valt tegen, Yvonne. Goed. Jan, hoe is het ermee? Nou, dat was van onder de gordel. Yvonne, hoe was jouw weekie? Ja, top. Top week, top. Maar jij hoort nu ook bij de club van de verloren rechtszaken. Je hoort er nu ook bij. Je hebt er ook één op zak. Ja, verloren. 2 van de 3 punten heb ik gewonnen, hè? Nou, hallo. Oké. Okay. Maar wil ik even iets zeggen tegen Samantha Steenwijk. Who the fuck is the bitch? Mag ik dat even vragen? Neem me even serieus. Die zie je opeens overal. Met die ordinaire geblondeerde slagers assistenten hoofd van haar. Dat is toch een vrouw dat je zegt van nou, doe maar een half onsje lever, een half onsje pekel, of niet? Wat is dat dan voor een... Die zit toch gewoon achter de kassen bij de EDA? Daar staan we nog, EDA? Maar even serieus. Wat is dat? En dat is dan zangeres. Oh ja? Van welk liedje is die bekend dan? Noem er eens eentje. Nou, die heeft ze niet. Ze hebben geen eigen liedjes. Dat is echt zo'n Rolodex BN'er hoer. En alle respect voor de vrouw van Lichte Zeden. Maar dat is echt dat ze denken, goh, we hebben een panel, opvulling, even bellen. Nee, die kan niet. Samantha Steenwijk kan altijd. Wie is die vrouw? Ja, ze heeft zichzelf een beetje overschat, maar... Nee, maar... De vraag is nu natuurlijk wel, hoe is zij zoveel kilo afgevallen? Ja, door pillen natuurlijk. Ik mag daar geen uitspraak over doen. Nee, maar ik doe het wel. Hoe kan je nou binnen een maand 22 kilo afvallen door op de rug van een paard te gaan zitten? Mol zeg, hé. Hey. Denk jij ook nog steeds dat zij pillen heeft gebruikt? Nee, ik vraag dat... niet of je dat zegt, ik vraag of je dat denkt. Nee, ik mag helemaal niks meer erover zeggen. Staat denk, in het, denk jij dat zij afgevallen is door het rijden van een paard? Ik mag niks meer zeggen erover, anders krijg ik dadelijk een bodemprocedure en dan wordt het wel een boete. Dus. Oh, nou dan niet. Maar ik zou je wel vertellen, Yvonne, hoe heet dat? Hoe heet dat wijf? Samantha Steenwijk. Ik geloof er geen snars van met het paardrijden. Ik denk dat jij dat je aan die pillen hebt gezeten, denk ik. Juice. Nee. Roddels bedoel ik zo. Nee. Beelden vanuit Santé, nog veel mooier. Dit was mijn weekend. Ja. Kijk. Dit is de DJ van Santé. Ja, zeg maar uit. Het is triest en vervelend. Hoezo nou? Waarom moeten we dat iedere keer zien? Al die lelijke mensen in het Althanse chauffeurscafé. Moet je kijken, joh. Verschrikkelijk. Het lijkt wel een ouderwetse paardenclub in de jaren 80. Ja, om 12 uur gaan de broekjes uit, hoor. Om 12 uur gaan de broekjes uit. Verschrikkelijk. En jij dat met je dikke broer daar staat te zingen elke week. Dat kennen we ook wel een keer. Mooi, afgelopen. Oké, okay. Dan gaan we nu... Nee, nog meer jou, Jan. Nog meer jou. Want zeker. Jij staat op de voorpagina van... De Nieuwe Revue. De Nieuwe Revue, ja. Ja, een VP'tje noemen ze dat in de vaktermen. Ja, joh. Kijk, ik zei nog tegen die gozer die dat interview heeft afgenomen. Ik hoef niet op het VP'tje, want ik heb het niet nodig. Hmm. Ja, wat doet zo'n man?
Ja, die wil zijn blaadje verkopen, dus die zet mij op het VP'tje. Ja, misschien ook leuk als je het blad laat zien. Laat even zien, Jan. Ja, daar had je het voor dat mee. Dat je covergirl bent. Covergirl. VP'tje. En ik heb het nog niet gelezen, als ik heel eerlijk ben. Nee? Nee. Oh. Nee, ik vind dat altijd iets jezelf teruglezen of kijken. Ja, het zal allemaal wel hetzelfde gelul zijn. Maar goed, het was niet alleen de revue. Je kreeg een dubbel interview, ook voor de party. En je kwam ook nog Show? In de vlog. Nou, ik zal je vertellen, dat was wel een beetje vermoeiend. Want ik dacht dat ik gewoon een normaal interviewtje had. En die gozer bleef me door emmeren met van alles en nog wat. Zelfs met een vlog met rubriekjes. Ja. Muziek luisteren. En dan moest ik dan raden welk nummer het was. Ja, oh, dat is toch leuk? Ja, misschien is dat leuk in je vrije tijd. Maar niet als je denkt, van kan ik godverdomme weg. En ik moest bieratje met hem trekken. En hij had nog een boek van mijn nicht. En dan moest ik reageren. Ja, je kreeg ook nog een boek van Saskia Noord. Die had hij speciaal opgehaald bij zijn vader. Ja, was ook leuk. En dan moest ik dan iets op zeggen. En die dacht, nou, dan gaat Jan vast in mijn totaal slecht bekeken vlog zijn nicht afzeiken. Ja, maar in deze periode waarin Saskia steeds vertelt over dat ze vroeger iets verschrikkelijks heeft meegemaakt, is dat ongepast. Heeft je iets meegemaakt dan? Het schijnt. Ik vind het heel tragisch. Het schijnt dat die vrouw is verkracht op haar 14. Dat is echt... Ach, vervelend. Ja. Nee, maar... daar ging het niet over. Maar ik heb er allemaal geen zin in op te reageren in de media. Zeker niet bij zoiets. Hou ze op zich. Nee hoor, mij hoor je nooit iets onaardigs zeggen. Waarom doe je allemaal van die onbenullige interviews? Ja. Dus hij is al bij Verstandelijk Gehandicapten in de show geweest. Jij gaat bij iedereen... Ik zou jullie wat vertellen, die onbenullige interviews, Yvonne Kolderweijer. Kijk, Kan best wel gewoon iets chiques regelen, Ik hoef helemaal niks te regelen. Ik heb één interview met jou gezien, dat was in de quote, waarin je vertelde hoeveel centjes je verdiende. Als dat in jouw ogen chic is, prima. Maar ik vind dat ordinair. Maar we hoeven niet verrast te zijn als jij volgende week op de cover van de Daklozenkrant staat. Ja, maar nee. Dan gaan we nu naar het hoogtepunt van de uitzending. Want Yvonne en ik hebben gisteren druk met elkaar gebeld. Leuk. Ja. Jij nam toen niet meer op, want je ligt om 10 uur aan het bed. Maar Jan, zeker. We hebben een scoop. Scoop! Yes. Vind je dat een sterk onderdeel, dat geschreeuw? Nou, het hoort er een beetje bij. Ja. Ik kreeg laatst een mail dat ik ermee moest houden. En toen dacht ik, dat doe ik. En nu denk ik, doe het dan niet. Mensen vinden het leuk. Ja, daarom, het gaat om de mensen. Het gaat om de mensen. Heel goed. Wat is de scoop, Dennis? Nou, lag te slapen inderdaad, ik weet van niks. Ja, het begon van de week al wat onrustig. Want toen kwamen er wat geruchten en prikkels omtrent het vreemdgaan van Thijs Reumer. Ach, ja. Thijs is een vriend van jou. Ja. Zeker, vriend van het leven. Ik heb Thijs Reumer ooit voor het busje gegooid. Omdat Thijs met Wendy van Dijk lag te nikken, nakken, tikken tijdens Moordvrouw. Dat heb ik toen naar buiten gebracht. Heeft mijn contract gekost bij SBS overigens. En Wendy zei, als ik hem tegenkom, dan sla ik hem op zijn bek. Ik heb dat gratis pakhuis nooit tegengekomen. Maar het was niet waar. Totdat een van mijn, laat ik zeggen, idolen een tijdje geleden heeft opgeraakt dat het wel waar was. Oh, dat ben ik. Ja, dat is Mivi. Wat zei je, Ivo ook weer? Hadden ze liggen wippen of niet, Thijs Reumer en Wendy van Dijk? Hartstikke. 100% waar, hè? Ja, 100%. In het huis van Erland. Ja, en dan nog Erland lag... Te meuren. Ja, DJ Erie, die had natuurlijk... Zijn oortjes waren natuurlijk nog een beetje dicht van het optreden. En eronder lag Thijs Reumer zijn wijf uit te wonen. Ja, moet gewoon kunnen. Maar ik had dus toen wel gelijk, Erland. En dat heeft mij een contract gekost bij SBS. Niet zo heel dat leuk. Wil je toch niet, een contract daar? Nou, toen wel, nu niet. Nee, nu heb ik geen contract meer nodig. Maar waar gaat het over... die Thijs Reumer. Nee, we zijn geen goede vrienden. Thijs Reumer was na de tijd heel erg boos en zei in een interview dat hij jou heel erg dom vindt. Hij zou nog liever met Geert Wilders op vakantie gaan, want dan kun je wel een normaal gesprek mee hebben. Die Thijs Reumer. En mocht u nog steeds denken, wie is Thijs Reumer? Thijs is het neefje van... Paul Reumer, de grootste rat van het mediapark. Die zit namelijk met zijn vieze kleine rattenhoofd en zijn kleine rattenoogjes op het schoot van John de Mol. En dan zegt John de Mol, pak ze Paaltje. En dan gaat Paul met zijn vieze kleine zwarte pootje gaat die mensen pakken. Want die Paul Reumer, die ongelooflijke natnek, die heeft ervoor gezorgd dat wij bij Talpa eruit werden geflikkerd. Omdat ik een trainee noemde. Nou, dat was toch wel godverdomme ook wat, hè? Mm. Hey? Dan zeggen, hé, daar heb je een Mogol. Dat iemand zegt, nou, die wil je ontslagen, want dat is geen Mogol. Dan zeg je, nou, dat is toch wel een Mogol. Dan zeg jij, nee. Dat is iemand met Down. Ja, een beetje fatsoenlijk. Later had ik een gesprek met Paul en toen vertelde hij mij dat ik daar geen badjassen meer mocht uitdelen. Want ik werkte met jou en hij vindt jou een hele nare man. Klopt. Ja, en daar heeft Paul Reumer misschien wel gelijk in. Edoch, kan ik je vertellen, Paul? Als de moffen bij mij hier binnen rijden, dan ga ik in het verzet en ik weet wel wat jij gaat doen.
Nou, dat is een hele duidelijke onderbouwing van wie Paul is. Maar we hebben nu over zijn neefje Thijs. Ach, ja. Dat is ook een vieze dat, Nick. Die naait alles wat los en vast zit. Maar die was nu in het nieuws om... dat hij heel vaak vreemd ging. En toen was er een meisje die was, nou, volgens mij gekwetst over het feit... of een vrouw onderhand, destijds een meisje... het feit dat hij heel vaak, nou, zou vreemd gaan. Toch? Dat is het verhaal. Dat nou ja, misbruik, zo kan je wel noemen. Want zij was op dat moment 14. Dat klopt niet. Godverdomme, Yves, waarom met de introductie? We hebben een beetje opbouw bij ons. Ja. Ik vind dat zo lang duren. Nee, maar kom gewoon met de juice. Die meterkast van jou zit alleen maar prima. Maar wij proberen hier een beetje een verhaal. Actuele juice weer. Weet je wat het verschil is tussen jou en ons? Kijk, bij jou is het gelijk dat je me aanzet. Dat je gelijk... En bij ons komt de loodgieter binnen en dan vraagt die mevrouw nog van... Ja, ik heb al lekker... Iedereen spoelt de loodgieter door. Iedereen spoelt door. Nou goed, dat was dus deze week van Thijs. Het neefje van Paul Reumer. Heel vaak negatief in het nieuws omdat hij veel zou vreemdgaan. Dat is natuurlijk terug, want de man heeft een relatie. En we hebben een hekel aan vreemdgaan. Zeker, dat zou niemand moeten doen. Nee. Want ik zeg altijd maar zo. Dat kost je een huwelijk. Zeker als je 3 kinderen hebt, is dat jammer. En goed, en toen kwam er een jonge vrouw. En die was heel boos. Die stuurde deze op Twitter. Hey Thijs Reumer, ken je mij nog? Ik jou namelijk wel helaas. Ga je nu even eerlijk zijn over ons contact. 6 jaar geleden, toen was ze dus 14. Toen zegt ze, Thijs, ik geef je nu een moment om het zelf op te biechten. Ik was verliefd op jou, je hebt er misbruik van gemaakt. Ik was 14, fucking 14. 2 foto's van haar en Thijs. En dan zie je die foto van haar en Thijs. En wat denk je dan? Gadverdamme, denk je dan. Want Thijs was toen 37. En die zit aan een meisje van 14. Nou, mijn dochter is 14. Als dat bij mijn dochter was geweest, dan hadden we geen last meer gehad van Thijs Reumer. Wow, inderdaad. Want dan lag hij in een olievat met beton in het IJsselmeer. Misschien samen met zijn oom, weet ik niet helemaal zeker. maar dat is zo ongelooflijk vies en smerig. Het waar is dit echt... kapot vies gewoon. Nou, ik zal je vertellen, ik geloof het wel. Ik geloof wel dat het waar is. Want wat heeft de meisje eraan om dat te vertellen? Waarom zou je dat opdreunen? Nou, ik kan wel wat dingen bedenken, maar... Nee, aandacht, prima. Maar dit is zo'n nare negatieve aandacht. Ik weet niet waarom je dat over jezelf af zou roepen. Als je 20 bent. Maar zij is dus 20. Ze heeft dus 6 jaar ermee gezeten. En ze heeft waarschijnlijk nu gedacht... Die Reumer is zo'n vuile viesbeuk. En ik was dus niet speciaal voor hem. Ik was dus niet zijn kleine prinsesje... Nu gooi ik hem godverdomme voor de bus. En gelijk heb je, want Thijs Reumer is een viezerik. Ja, en toen jij gisteren al in bed lag, hebben Yvonne en ik dat meisje benaderd. Ja. En samen. Dat meisje heeft wat te vertellen. Ben je jaloers? Zeker mag je dat vragen. Ik ben op mijn 14e, Thijs, heeft hij misbruik van mij gemaakt. Zowel als in van seksueel misbruik als mentaal misbruik. Oh. Ik heb geen seks met hem gehad, dat wil ik even duidelijk maken. Maar hij heeft wel aan mij gezeten en ik moest onder dwang filmpjes, foto's, naakfoto's, filmpjes dat ik bevingerde. Nou ja, ik was 14, ik had een hele moeilijke jeugd, ik had geen veilig thuis en ik had... aandacht tekort. En ik was smoorverliefd op hem. Oh. En er komt nog meer. Hij heeft op een gegeven moment... ik had een soort van vadergevoel bij hem. Omdat ik enorm fan van hem was. Ik was letterlijk verliefd op hem. En hij was op een gegeven moment werd hij mijn vadergevoel. Hij, als ik foto's stuurde van mij... dan mocht ik figureren in Moordvrouw. Want ik was ook al heel fan van Moordvrouw. Walgelijke vent. Als ik foto's stuurde, dan kreeg ik zijn handtekening. Als ik foto's stuurde, dan... hij maakte mijn geld over, zodat ik naar Amsterdam kon gaan. Naar zijn huis. What the fuck? Ja, dus een meisje van 14 wordt door Thijs Reumer, toen 36, 37 jaar... Een soort van omgekocht als een beetje in de war fangirl meisje. Ja, kwetsbaar type. Met een foto en een handtekening. Als zij dan een filmpje stuurde dat ze zich aan het vingeren was, meisje van 14. Wat ben je dan voor een zieke hond? What the fuck? Dat is toch niet te geloven? Wat een vieze zieke man. Dat is echt ziekelijk. Oeh.
Wat is dat toch raar, hè? Dat hele klikje. Dat is heel raar. Die hele familie Reumer, de Mol, dat is een heel raar klikje, hoor. Beetje viezig. Sorry. Ja, dan zul je misschien denken, het kan natuurlijk allemaal gelogen zijn, maar je kunt bijvoorbeeld wel zien in een tweet van 17 augustus 2016 stuurt zij: hallo Thijs Reumer, ik hou van jou. En dan stuurt hij: ik hou ook van jou, lieverd. En je ziet ook, er zijn ook screenshots van gesprekken van hun vanuit die tijd. Hij heeft wel echt lijp misbruik gemaakt van het feit dat zij een fan is. Fucking 14, hè? Thijs heeft nu gereageerd, want dit ging al een beetje in de ronde. En Thijs zegt: in de afgelopen dagen zijn er meerdere wilde verhalen over mij de rond gegaan. Tot op heden voelde ik mij niet genoodzaakt om hierop te reageren. Oh. Het verhaal over een toentertijd 14-jarig meisje, dat is dus deze, waarmee ik grensoverschrijdend contact zou hebben gehad, gaat mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens echter een brug te ver. Ik hoop niet dat het nodig zou zijn, maar als dit niet stopt, dan doe ik aangifte wegens smaad en laster. Ja, dat is een schuldbekentenis. Dat kan je zien als schuldbekentenis. Ten eerste, wat ik heel raar vind, is dat je zegt: als vader van een tienerdochter een weldenkend mens. Alsof dat je vrijpleit. Nee, er zijn wel meer vaders en weldenkende mensen die gewoon vieze pedoseks contacten hebben. En mensen die helemaal geen kinderen hebben, die daar totaal ook niet aan moeten denken. Ja, dus alsof dat je vrijpleit. Dat is belachelijk. En als dit niet stopt, dan doe ik aangifte wegens smaad en laster. Alsof dit nog niet heftig genoeg was. Daarmee beken je schuld, want wat zeg je namelijk? Als het nu niet stopt. Zij heeft al gezegd dat ze seksueel door hem is misbruikt op 14-jarige leeftijd. Wat moet er dan nog meer komen? Dus het stopt omdat ze waarschijnlijk alles al heeft verteld. En dan zegt hij smaad en laster. Welke van de twee? En erbij, dat is wel het minst erge als jij wordt beschuldigd van pedoseksueel misbruik. Dat je zegt: nou, ja, als je zo doorgaat, dan kijk maar uit, want anders ga ik naar de politie, hoor. Als je zo doorgaat, dan zeg ik dat je dat niet mag zeggen omdat het niet leuk voor mij is. Dat is het niveau. Nou, dan heb je het gedaan. Nu weet ik het zeker. Thijs Reumer staat bekend als de man met tweetjes van Volkert van de Graaf, waar ben je? Over Geert Wilders. Toen Peter R. de Vries net dood was van: hé, gelukkig even geen RTL Boulevard. Of noem het allemaal. De aanslag op Telegraaf had wel lekker opgeruimd als dat was gelukt. De beste man is alles behalve een weldenkend mens. Dat kunnen we wel stellen. Dus die kan je wegstrepen. Dan blijft er alleen maar over dat hij dit nooit zou doen, omdat hij dochter is, vader is van een tienerdochter. Wat natuurlijk gewoon totaal gelulkoek is. Want je hebt massamoordenaars die hebben kinderen. Het slaat op, godsnaam. Maar er zal wel bewijs van zijn. Zij zal toch wel screenshots of zo hebben. Ja, dat is afwachten. Zij zegt nu naar de politie te gaan. Maar zeg maar als Ze heeft aangifte gedaan, heb ik gelezen. Ja? Ja, ze heeft aangifte gedaan, officieel. Dus Thijs Bijsie, we horen het vanzelf, maat. In ieder geval, Thijs Reumer, het is klaar, oh vriend. Want hier kom je niet meer overheen. Dit is afgelopen. We zetten een streep door jouw naam. Al stond jouw naam nooit op de lijst. Nou, lekker door. Het ruikt wel lekker op zo, hè? Ja, sinds wij bestaan, wij met z'n drieën. Welke BN'ers zijn er nog over? Er zijn er heel weinig over. Ja, er zijn alleen de goede blijven over, zeggen we dan. Ja. Nou ja, in ieder geval allemaal prima. Thijs Reumers, klaar. Goed. Mooi. Dan hebben we weer een scoop. Scoop! Jesus. Ja, deze kende jij ook nog niet. Wat is maar goed, daar gaat het dan. Vandaag in Site is natuurlijk gestopt. Ja. En Johan Derksen zei, ik stop ermee. En toen zei Wilfried, ja, dan stoppen we allemaal. Ja, dat was maar mooi. Maar ja, wat blijkt nou in dat was mooi. Ja, dat was toch loyaal, hè? Dat zoek je niet achter. Wat Wilfried. Een warme, loyale vent, hè? Wilfried Genee krijgt 1,2 miljoen per jaar voor Ome John. Kreeg, dat contract is... En dat contract, zei hij, scheur maar door. Want als de snor stopt, als Johan Derksen stopt... Stoppen we allemaal. Ja. Mooi. Het is toch mooi? Mooi. Loyaliteit is mooi. Mooi maar ding. Wat stond er nou in dat contract? Nou, vertel. Dat wist Wilfried op dat moment. Als één van de drie stopt, stopt automatisch ook het contract van de andere twee. Ah. Oh, dus het was niet zo nodig. Dus het was heel makkelijk om dat te roepen. Dan wist je als Jon stoppen, mijn contract toch verscheurd. En dacht Wilfried, ik sta er niet zo heel positief op. Dus laat ik maar zeggen dat ik loyaal ben. Het is toch niet te geloven, hè, die lady chef. Dus hij zegt dan, nou oké. Als jij stopt, stoppen we allemaal samen uit, samen thuis. Terwijl zijn contract sowieso verscheurd zou worden. Dat is echt lelijk. Wat een nat nek, zeg. Weet jij waarom hij de lady chef was genoemd? Iets met jou en een conflict.
Nee, dat is een heel ander verhaal. Jan, kun je het nog één keer vertellen? Zo'n mooi verhaal. Nou, Wilfred heeft in zijn achterbak van zijn auto een ladyshave liggen, verstopt. Dus bij het reservewiel. Want anders ziet Lilliputty het. Tenminste, als ze op een krukje staat, zo, om in de achterbak te kijken. En die ladyshave heeft hij bij zich, dat als hij op een gegeven moment een vrouw wil gaan beven, en die is nog van haar. Dat hij even zegt, eerst even de poeskaal en dan kom ik straks terug. Ja, hij gaat vaak vreemd. Dan heeft hij daar mee. Maar hij houdt graag van de... Is dat echt waar? Ja, ja, ja. Hij houdt van de kale miauw. Hij ging ook vreemd met presentatrice Laurien Verstraeten. Ja, dat hebben jullie gepakt. Die heeft nou een kindje. Ja. Maar goed, we hadden het over Wilfred. Hoe zit het bij jou eigenlijk, kaal of kammen? Gaat je geen ene moer aan. Maar binnenkort weet ik het wel. En dan hou ik voor me. Dat beloof ik je. Ik heb gehoord van die vent waarmee jij in het restaurant bent gezien dat jij zo'n streepje hebt. Echt? Ja, ik hou daar niet van, maar ik heb het gehoord. Maar goed, laten we het er niet over hebben. Ieder zijn smaak. Ik vind het een beetje ordinair worden en dat is niet nodig. Want Yves en ik... Grensoverschrijdend gedrag. Nou, ik ga aangifte doen. Nou, dat heb je al vaker gezegd, moppen, maar ik zit nog steeds te wachten. Maar dan nu de scoop over Wilfred. Ja. Weer een scoop? Ja, eindelijk komt de scoop. Oh. Wilfred gaat door en krijgt alleen een talkshow. Ja, want ja, 7:30 is nu gestopt en vandaag is Zuiders SBS zit zonder talkshows. Dat is misschien maar beter ook, toch, zou ik zeggen. Maar goed. En nu gaat Wilfred het alleen doen. Ik hoor het zeer betrouwbare bron. Ja? Ja, dan is het waar. De werktitel is 6 vandaag. 6 vandaag? Jezus. Ja, werktitel, hè. Dat is op SBS 6 en dan 6 vandaag. Ja. God, wat leuk bedacht. Ja, 6 vandaag. Ik zou even vertellen, wil voor de flop? Maar... Nou. Het komt dan, ja, je kunt zeggen dat het een flop wordt, maar die heeft een heel bijzonder iemand een rol. Wie denk jij, ja, je weet het, wie kreeg een heel speciaal rolletje? Ja, dat weet ik al. Ja, zeg het maar. Kom, dat heb jij. Nou, laat Yves maar gokken, want ik weet het al. Ik weet het niet, wie dan? Lilliputty natuurlijk. Ja, die kreeg een rolletje bij die show. De ladyshave zegt al jaren dat Lilliputty echt op televisie moet komen. Dat ze echt heel goed is. Dat is zijn vrouw, toch, Lilliputty? Ja. En die moest ook bij RTL Boulevard, waar jij trouwens bent geweest. En je hebt ook geroepen dat je daar nooit meer komt. 1 keer nooit meer. Want? Ja, het was gewoon dat ik even wou laten zien. Bitches. Was Harry Daly top funde toen nog? Nee. Oh, want er werd aangekondigd dat je daar vaker zou komen. Ja. Nee, hoor. En je bent daar nooit meer geweest. Maar wat vind je er kut aan? Zeg het dan. Nou, daarvoor heb ik toch mijn Juice-kanaal. Om juist te ontkrachten wat zij daar aan het doen zijn. Wat stond je daar aan te doen, te glimballen? Oh, ik wou gewoon even laten zien. Hier ben ik. Als ik wil, sta ik hier, bitch. Maar bedankt voor deze ene keer. Ik ga weer. Doei. Oh. Ja. Heftig, Yvonne. Je bent heel ghetto. Je bent heel ghetto. Dat doe ik altijd maar in mijn eigen. Dat is wel mooi. Ik ken iemand die is daar ontslagen, als royalty-deskundige. Ja. En jij bent gewoon zelf opgestapt als showbiz-deskundige. Ja, wel cool. Opgestapt. Dus niet dat ik een contract had of zo. Maar goed, kreeg je geld voor die ene keer? Nee. Nou, dat lijkt me stug. Dat doet godverdomme alles voor geld. De gemiddelde termijn van jou nog iemand die het voor alles voor geld doet. Nou, dat is wel waar. Wat heb je gekregen van die schalen bietsen? Je hebt wel wat gekregen, toch? Nee, gratis. Echt? Ook geen reiskostenvergoeding. Ze hebben me wel een reiskostenvergoeding opgehaald. Ja. Nee. Goed, heb je niks gedaan? Nee joh, ik deed dat 1 keer voor de shine en that's it. 6 vandaag krijgt een deskundige en dat is niemand minder dan... Lily dus. Toch, dat heb je net al gezegd. Moeten we nou weer gaan zien? Zij komt aan tafel zitten wanneer het gaat over gezonde voeding en balans. Ja, Lilliputty komt in de show. Punt is als volgt. Waarom wordt het geen succes? Wat ik net al aankondigde. Yvonne en Yvontjes. Niemand mag Wilfred. Ja, dat is het hele probleem. Kijk, Jeroen Pauw bijvoorbeeld, een aardige gozer. Daar kom je te graag te gast. Maar Wilfred heeft met iedereen ruzie. Dus er komen weinig mensen. Trek Lily de mensen aan tafel. Dat denk ik wel. Maar als is begint de bedoeling over dat hij dat... Aarde, water, vuur. En dan in je meridiaan. En dan bij je zonnevlek. En dan... Nee, gezonde voeding. Jij bent toch op dieet? Lijkt maar reet. Ja, je komt misschien wel vaker naar toe. Jij vertelt altijd hier dat je aan het fietsen bent. Vertel, hoe is het met afvallen? Gaat lekker, Yvonne, met afvallen. Ja? Weet je, 's morgens eet? Nee. Franse magerkwark. Heel goed. En blauwbessen. Oh, ja. En 's avonds een kratje pils en dan gaat er weer wat gebakken. Nou, hartstikke goed. Geen gebak. Ja. Wel een frikandel. Gouwballetjes. Dan gaan we naar een van onze lievelingen van de show. Oh nee, alweer. Charlie Luske. Charlie Luske. En waarom reageer je zo heftig? Omdat ik van betrouwbare bronnen heb vernomen dat jij wel eens de hakjes richting plafond hebt gewezen met Charlie tussen de dijkjes. Ja, never. Jij bezocht vroeger altijd met Charlie ziekenhuis. Ja,
Toen nee, waren jullie al bij Clinic Lounge. Ja, wij zaten in zo'n show. Ik heb trouwens gehoord dat een aantal kinderen na het bezoek van jou en Charlie van het dak zijn gesprongen. Ja, hoor. Wat geen tip is, hè? Dus niet weer de gezeiken. Nee. Nee, maar je zat, godverdomme. Nee, maar je zat toch, heb je acute leukemie? Lig je als kind, lig je daar met je kale koppie? Kom je voor een kolderwij en Charlie Luske binnen? Nou, zeg. Nee, het was helemaal niet in een ziekenhuis. Kanker nou op. Nee, het was niet in een ziekenhuis. Wij hebben samen opgetreden voor kinderen in een circus tent. Ik was toen Kate van Telekids. Hij deed gewoon zijn ding. Wat is zijn ding dan? Weet ik veel. Hij deed toen, was toen net uit The Voice. Ja, nummer 8 was hij geworden. Superknap, 2004. Ja. Nee, joh, en jij was toen wel Kate. Jullie carrière was tot nu een beetje op een gelijke grond. Niemand heeft ooit gehoord van Kate. Ik heb het gevraagd aan mijn kinderen. Oh my god, ik was echt huge als een kinderidool, hoor. Ik heb 3 cd's gemaakt. Ik was in 2004 ook kind en ik kende jou niet. Niemand heeft echt gehoord van Kate. Sorry, maar jij was echt huge in je eigen hoofd. Ja. Maar dat is Charlie nog steeds. En Charlie geeft duidelijkheid na vorige week. Hè? Want wat speelde nou? Charlie heeft zijn auto opgegeven aan zijn... dochter! Ja, blijkt! Ja. Blijkt! Want die heet Billy. Ja. Want dat is een jongen, geboren jongen. Ja. En toen hebben wij vorige week, geloof ik, gezegd dat we niet helemaal MVX helemaal duidelijk hadden. Hmm. En toen heeft Charlie, de vriend van de show, ja. Niet boos worden en Dennis bedreigen alsjeblieft. Want zaken hebben we niet echt bevallen. Nee. Charlie heeft nu eindelijk duidelijk gemaakt. Die zegt, stealing my daughter's car. En dat betekent dus dat zijn zoon nu officieel dochter is. Ja, en dat, nou niet officieel, want het blijft... biologisch gezien een man met... Ho, Dennis. Ik je bent niet heel erg woke, hoor. Je bent niet heel erg woke. Je kan ook vrouw zijn met een penis en ballen. Je kan tegenwoordig ook mens met baarmoeder zijn. Dan ben je geen vrouw. Nee. Maar wat is nou de juice? Nou, de juice is dat... Hey. Vorige week was er veel onduidelijkheid over het geslacht van Charlie's kind. Daar hebben jullie toch al lang en breed over gehad? Ja, maar we wisten het niet. En Charlie heeft een statement gemaakt. Stealing my daughter's car. Oh! En dat gaat over die kapotte meisjes. Jezus, dus hij... potje. Nee, sorry hoor. De moedermaan van zit, serie. Nee, ik wist niet dat ik op het document moest kijken. Voor de juice. Het document? Ja. Nee, maar... Dus hij zegt nu officieel dat zijn zoon een dochter is. Ja. Zegt nu of... Nee, hij doet dat toch expres om jullie te kutten? Nee. Nee! Oh, echt? Oh, dus... Dat, oh. Is, dat is een transformer. Sorry. Die laat zich nog ombouwen. Ja. Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat... Jezus! Ik dacht dat jullie een grapje maakten. Ik vind het overigens heel transformisch van jou, deze opmerking. Ja, sorry. Ja, ik dacht dat het gewoon... Het is jouw maatje, Charlie. Ja, daar heb je vroeger mee opgetreden. Zeg maar sorry, Charles, want hij heet eigenlijk Charles. Charles, zeg maar. Zeg sorry, Charles. Sorry, Charles. Of... Nee, ik zeg daar geen sorry. Wat betekent het spijt mij in Duits? Ja, dat zeggen die Duitsers. Ik is niet gewoest, zeggen ze dan in Duitsland. Dan gaan we door. We gaan naar The Bachelor. Jan, je hebt het gevolgd dit seizoen. Ik ook. Leuk, hè? Ik heb het niet gezien. Nee? Nee, dat is toch die lul van Stuk TV. Ja. Ja, ik zou je vertellen. Ik vind Stuk TV dus leuk. Mm. Ik vind Giel leuk. Mm. Ik vind die junk met een rode baardje en die blonde haren vind ik leuk. En dit vind ik een paardenlul. Ja, dit vinden mensen leuk, hè? Ach, wat een saaie lul. Dat is zo iemand waarvan ze op een gegeven moment denken... Ja, we zijn een trio geworden, laten we maar verder gaan. Maar deze is eigenlijk wel de minst getalenteerde. Deze jongen vind ik echt heel weinig aan. Ja. Zal waarschijnlijk de knapste... Is het de knapste? Ja, ik val er niet op, maar... Nou, het is wel van nee, maar drie... jij valt een beetje op, laten we zeggen... Beetje corpulente mannen, blond, kalig, brilletje, zwart t-shirt. Nou, die lijkt niet op diegene die we in het restaurant zagen van meisjes. Jezus! Gegaan. Jongens! Hadden Thomas! Hadden jullie nou de eerste date al seks? Nee. Nee, oh. Nee jij en... Goed, we gaan weer terug naar The Bachelor. Had je overigens gezien bij The Bachelor dat ene meisje wat eraan meedeed dat ik daar ooit mee had gezoend in onze beruchte vakantieserie? Wie was het? Karen. Karen. Blond, krulletjes. Tinten. Karen. Die staat hier in oh, dit... Oh, die was best leuk. Ja. Ja. Oh, ja. Die staat in dit huis bekend als Karen Kipfilet. Oh? Karen Kipfilet. Die heeft schaamlippen als saloondeuren. Dat is echt niet te geloven. Echt, ze hebben op een gegeven moment een bot gedaan bij de sluizen van de Muiden. Of, als reserveklappers. En ze bleven te groot, ze paste niet. Ja, ik moet wel zeggen, dat was wel waar, ja. Ja, Dennis die zei op een gegeven moment... Dus niet alleen gezoend, maar... Nee, dus nee ja, maar Dennis was op een gegeven moment... het vreemde wat hij zei, van dat ze niet alleen maar zonder groot en vlezig waren... Maar dat het leek ook of ze een eigen leven hadden. Want als Dennis die... Dennis niet... Dennis blijft graag, zeg maar, boven de dekens. En dan deze deed dan...
Was een soort, ja, was een soort lokroepje. Dennis, Dennis. En op een gegeven moment pakt hij zo met zijn gesnoetje. Oh, net zo'n vleesetende plant. Nee, dat was niet, want op een gegeven moment was het echt alsof je een soort van kwast in een kathedraal gooide. Je vernam er weinig van. Maar goed, Karen, die werd het niet. Wie werd het wel? Het werd Merel, zeg ik dat goed? Merel. Merel, ja. Hij is, Thomas is donders verliefd op Merel. Mag je heel even, voor mij... Waarom zou je een kast in een kathedraal gooien? Een kwast. Oh, kwast. Een kwast. Een kast. Nee, ik bedoel ermee dat je er heel weinig van verneemt. Dat je veel ruimte nog naast... Ja, dat begrijp sorry, maar je begrijpt wel dat het ook iets over jou kan zeggen. Nee, 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 dat zeg ik niet. Want ik, als er een vrouw is met een spiraaltje, hetgeen ik absoluut niet toejuich, mij dat pijnigt. Ja, maar je kan wel heel lang en dun zijn dan, hè, vriend? Nee, ja, nee, maar daar zit het hem echt niet in. Dat zit er gewoon in als een vrouw. Later heb ik ook veel mannen gesproken die met dezelfde Karen... Hallo, Jezus, zo, nee, dit is niet dit, leuk. Dit kan je niet. Nou, nee, dat is zij niet kiest voor een BN'er. Nee, dat vind ik niet nee, cool. Dat kan je niet maken, dat vind ik niet leuk. Nee, dat vind ik niet. Kan maar Karen niet maken. Was wel heel vriendelijk. Ja, prima. Ja, maar nee, die blijft maar een kut als een parkeergarage. Dat zeg je dan niet. Ja, maar dat kan niet, dat kan niet. Ja, dat kan je dat niet zeggen. Nee, maar dat van die kipfiletjes was... Jullie gaan allebei te ver in deze. Hallo, zij is geen BN'er. Zij is geen BN'er. Dus wij laten haar met rust. Nou, ze komt op televisie, Karen kipfilet. Dat kan ik niet zeggen. Ben jij tevreden over jouw geslachtsdeel? Jezus, Dennis! Ja, nou, misschien dat we daar later eens wat over horen, inderdaad. Als het weer uit is met die jongen die... Jezus. Ik denk dat je pak een beetje over anderhalve maand mij in geuren en kleuren daarover hoort vertellen hier bij Rollenpraat. Blijf vooral kijken. Donateur en kijk. Goed zo. Maar, nou ja, goed. Thomas, die is dus nu met Merel. En dat is niet zo opmerkelijk, want wat zeiden we ook alweer? Jan. Ja. Op het begin van The Bachelor dit jaar. Nou, wat was nou de deal? Nou ja, de Gordon ging trouwen, ging mis. The Bachelor, de vorige ging altijd mis. Hoe heet die homo dating show ook weer? Prince Charming. Prince Charming ging mis. Niemand bleef ooit bij elkaar. Dus de deal die Thomas moest maken, want ze wouden Thomas eigenlijk helemaal niet. Is dat hij een half jaar moest blijven. Ja, dat was mijn scoopie. Okay. We hebben veel scoops. Ja, dat hij een half jaar moest blijven met de winnares. En nou, dat doet hij dus nu ook. Want, hou even op. Ja, dat was de deal. Dat is toch, dan ga je er niet mee akkoord dat je een half jaar met een wijf moet blijven. Als je maar genoeg geld krijgt en aan het programma mag meedoen. Wat maar wat maakt wie produceert dit? Talpa? Nee. Oh, God, mag het weer wie dit produceert. Maakt hun het uit of ze bij elkaar blijven? Dan is het programma toch al afgelopen. Videoland eiste dat gewoon. Want er was de zoveelste RTL-show en datingshow. Niet één keer bleven mensen bij elkaar. Dus de geloofwaardigheid ging helemaal naar de kloten. Maar je gaat er niet een half jaar van je leven verkopen voor geld? Je kunt toch doen alsof. Je hoeft niet daadwerkelijk. Ik denk dat hij haar wel leuk vindt. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar de deal stond in het contract. Hij moest een half jaar met de winnares blijven. We gaan het zien. De tijd gaat nu in. Over een half jaar gaan we kijken of... Nee, want ze zijn al een tijdje met elkaar. Oh, ja, misschien een half jaar na de laatste uitzending. Nee, dan ben je gewoon je nek aan lul. Je zit nu vervelend te doen. Ja, dat is nou, niet leuk. Ja. Nee, misschien ben je er waar van die kipfiletjes, maar... of van dat kathedraal. Of van die 3 volt. Die ik al op heb. Dat zou ook kunnen. En dan is er nog meer, want... Het is niet dat we je dronken proberen te voeren. Het is wel dat ik je naar huis breng. Ik ga met Uub. Wie is Uub? Uub. Uber. Goed, want er is nog meer nieuws. Want er is altijd iemand die recenseert de afleveringen van The Bachelor. En dat is natuurlijk... Oh. Oh! Nee! Ja, die doet dat altijd. Rijk Hofman. Oh, doet hij dat ook? Maar Rijk Hofman, die is toch heel elitair. Samen met zijn broer Tim en die andere nagelwak figuur. Mm. Die zijn toch heel Sam of Sam, hoe weet je dat? Die zijn heel elitair. Woke. Die zijn heel woke en links en lekker Amsterdams en lekker gek. En ik doe een godverdomme Rocky aan als ik zin heb. En die zit dan zo'n strontprogramma te recenseren. Ja, dat doet Rijk altijd op YouTube. Dan heeft hij waarschijnlijk voor de rest geen werk. En weinig klusjes daarnaast, dat klopt. En Rijk is gespot tijdens bevrijdingsdag met een andere deelnemer van de Bachelor, Indy. Zal ik eens wat zeggen? Nou. Ze zijn ook samen naar huis gegaan. Want ik liep erachter. Jij ik heb ze achter. Gezien. Je hebt ze gezien? Ja. Nou, dan roepen we maar, Jan. We hebben een scoop. Dat klinkt als een kipje. Ja, dat was ook de bedoeling. Dus ze hebben... Luister, dames en heren. Ik moet even kijken wie het zijn, want ik heb het helemaal niet nog gevolgd. Rijk Hofman, dat is die zeikerige broer van Tim Hofman. En Indy. En Indy. Indy. Indy-soort. Ze hebben, zijn naar huis gegaan. En wat hebben ze daar gedaan, denk je, hiervan? Ik denk de liefde bedreven. Denk het ook. Godfru. Scoop. Hele mooie, leuke meid, vind die, ik die dat. Die was mooier dan Karen. Als ik mocht kiezen, ging ik liever met haar. Ja. Ja, en bij haar schijn je de randjes te raken, heb ik gehoord. Ja? Ja, van wie heb jij dat weer gehoord? Ah, dat lult je uit zijn nek.
Jezus. Ja, dat is dan wel een goed verhaal. Maar waarom heb jij dat niet gebracht dan als jij erachter liep? Daar kan ik niks... Oh, want jij was daar met jouw vriendje, hè? Nee! Ook Yvonne was daar met haar. Dus het was een soort van het Amsterdamse mond was een soort... Eén grote orgie. Geile club. En dan was jij met je vriendje. Nee. Maar waarom kon je dat niet vertellen? Nee, waarom kon je niet moving vertellen? On. Moving on. Nee, niks moving on. Waarom kon je dat niet vertellen, Kolderweijer? Ja. Vertel eens. Nee, zeg dan vertelt, even. Jij hebt het al gezegd. Met de ik heb het al gezegd. We hebben het echt een scoop. Ze heeft godverdomme een vriend. Nee. Een scharrel. Een neukertje. Niet leuk dit. Geen leuke scoop. Ik breng het ook niet een scoop. Ik dacht dat je vrijgezel was. Ja. Maar of hebben jullie met z'n vieren? Ja hoor, tuurlijk. Nou ja, ik dacht... Sleutelclub! Nou, hartstikke. Maar je hebt ze zien lopen. Zeker. Zag het er verliefd uit of was het... Het was verliefd. Ja, ik vond het verliefd. Een relatie. Nou ja, dat zal nog wel even duren, maar... Hotsie dikkie. Ja. Het schijnt dat ze samen al een flesje nagellak hebben gedeeld. Parelketting. We gaan naar de muziek! Ah, leuk! Wist je dat wij muziek hebben? Huh? Ja. Ja. Wat? Oh, die clip bedoel ik die jullie... Die clip? We hebben godverdomme om de twee weken een fantastische huisrapper. Oh ja, ja, die hebben die van mij een keer gedist, die gozer. Oh, dat zou wel kunnen. Nou, ja, daar dat heb ik ook voor opgebeld. Dat heb ik gezegd, niet aan de Yves. Dat zou goed kunnen. En deze week is het geen Madok, want Madok is op vakantie. Nou ja, zeg. En die ging daarna, had hij een optreden ergens in Brugge. En toen zei hij, ja jongens, ik kan er niks voor jullie maken. Vind je dat goed? En toen heb ik gezegd, nee. Het was die boos, maar dan ging er vanuit dat ik zei... Maar maak je met iedereen ruzie? Nou, omdat hij toch niet altijd alles goed kan vinden. Schiet nou even op, die show doet dat te lang. Goed, en nu heeft hij iemand anders gestuurd voor de rap. En? Die ken ik niet, daar komt hij. Want hij zei, dan stuur ik wel iemand anders, goede vriend van hem. Een zekere Keesje. Keesje? Dat is Keesje. Ze vroegen mij of ik even wat in elkaar zet. Als Dexter die lont aanstak, zat ze nog vol met kaarsvet. Nu wordt hierover geclaimd door ene Jolanda ter Aves. De gekke advocaat, ik hoop niet dat ze ons nu aanvecht. Ik snap sowieso niet dat je zoiets raar zegt. Maar één ding, dat is zeker, die dag stond dat in kaarsrecht. Cor en Don geven vakanties weg, nu aan Kio. Dit is Keesje niet alleen, check mijn clipje in mijn bio. Ja, dat is strijders, voor die roddelpraat kijkers. Mijn normale mensen voor de arbeiders. Roy Donders in de war, ja hij weet het niet meer. Eén verkeerde stapje wordt geëlimineerd, dat is die cancel. We gaan naar het blokje, we gaan naar... Ik verstond het niet eens. Ik verstond er ook heel weinig van. Maar ik vond Keesje wel een aardige man. Bedankt Keesje. Oh, dat ging heel snel om op één toonhoogte en ik verstond er niets van. Nou ja. Ja. Dat hoeft hij niet meer te doen, Madok. Nee. Madok volgende keer niet meer op vakantie gaan of vervanging sturen. Nou, en we gaan naar het reclameblokje en we gaan naar reclameblokje. En dan beginnen we bij ons eigen. Ja, zeker Jan, neem het woord. We beginnen bij onszelf, niet bij ons eigen. Bij ons eigen. Waar zeggen ze dat ook weer? In Brabant, toch? Ja, ons eigen. Ja, ja. Precies. Pas maar wat aan. Oh, leuk, ja. Zouden meer mensen moeten doen die naar Nederland komen? Goed, Jan. Kom maar. Ja, dan krijg je weer... Dat vind ik Yvonne niet leuk. Dat is echt niet hoor. Want Yvonne die heeft ook 1,94ste Indonesisch bloed in nee, de... Nee, die nieuwe vriend van haar, die schiet zwart. Dat bedoelt ze niet. Echt waar? Ja. Oh, dat niet verwacht. Doe jij nou weer? Niet? Lukoki? Jan, dat kan echt niet. Nou ja, in ieder geval, beste rollenbraafvrienden, wij kunnen dit maken, dit prachtige programma met onze prachtige Yvonne als sidekick. Vanwege jullie. Steun ons, help ons dit te maken, want anders kan het niet. Want zonder jullie bestaat er geen rollenbraat, want wij zijn onafhankelijk en wij hebben ons niet gelieerd aan honden zoals John de Mol en zijn schoothondjes, meneer Reuber. En zijn vieze neefje. Waar het om gaat is het volgende. Rolpraat bij BQ-Torg. 5 euro's per maand zodat we dit kunnen maken. En dan geven we ook wat terug. Want we geven namelijk een geste. Dat is namelijk alles wat overblijft in deze uitzending. Die proppen we in een klein doosje. En die gooien we zo naar jullie toe. Ja, we nemen natuurlijk iedere week ruim 2 euro op. En daardoor staat letterlijk het zweet mij onder de armen. En dan heb je deze uitzending. En dan de rest sturen we op naar de mensen die zo trouw zijn. Die ons hartje zitten om ons... te helpen. Deze uitzending duurde veel te lang. Geef ik je toe, Yvonne. Spijt het wordt mij. Echt een extra uitzending. Je weet helemaal niet hoe ik hem heb gemonteerd.
Maar goed. Ja, heel veel uitgeknepen. Yvonne, nu met reclamebokje zijn, wil je ergens reclame voor maken? Voor het Tukadoors collectief. Nee, voor je eigen voor jezelf. Oh nee, ja, dat hoeft niet, jongens. Oh, het gaat al zo goed. Ja. Nou, vertel eens even. Ja. Oh, wat voor AliExpress meuk heb je nou weer opgestuurd? Laat je klokje zien. Laat je klokje zien. Laat klokje nou eens zien. Ik ben lief. Ik ben lief. Ik zeg, nee hoor, hoeft niet. Doe maar gewoon jullie ding. Nou, over jou. Ook omdat we nog maar 3 minuten ja, schiet even op. Hebben. Dan! Ja, want ze moet zo naar huis. Ja. Haar vriendje wacht beneden. Ja. Dan gaan we naar de betaalde afdelers en dan beginnen we bij het Stucadoor Collectief! Het beste collectief van Nederland! Voor al uw aanbouw, verbouw, herbouw, de aanbouw, dingen, tuin, ding. Zo, doe jij het even aan. Die hebben helemaal mijn prachtige actie, want er is een aanbouw mogelijk vanaf slechts 5... Heb jij interesse in de aanbouw? Ja. Nee. Nou, dat kost slechts 50. Een aardige aanbouw, toch? Als ik zo. Ja, is dat aangezet? Nee. Nee. Die zijn echt, toch? Ja, die zijn echt. Ja, ja leuk. Ja, ja. Echt? Yeah. Nee. Ja. Ja, dat was het. Mag ik even voelen? Nee. Zeker, hij mag zeker niet voelen. Dat doen we over een maand tijdens de date. Ik val op jonge meisjes en dan weet je het. Niet op dames op 30 plussers. Precies. Aanbouw vanaf 25.000 euro. Is niet veel. Nee, dat is niet veel. En nog extra korting als u zich meldt via ons. Hè. Stuur dat in de offerte. Doe dat. En dan in de hele maand mei stuken vanaf. Ja, wat even. Van 95 tot voor 25. 75. Buitenstukken. Hallo. Oh, van 75. Ja, van 95 tot 75. En buitenisolatie van. Ja, ik kan het door de godverdomme lezen, joh. 65 voor 50. Nee, 85 voor. 59. Wie ben je zo klein, ja, joh? Jij! Ja, bol. Ik kan er niemand zien. Kun je dat zien, 65 joh? Voor 50. Nee. Ja, 350. Het kost nu in ieder geval 50. Dat zit 85 of 65. En stuurt u vandaag 65 een mail, of 50, dan gaan is niks. Ze morgen nog aan het werk. Dan gaan we naar Swingers. Oh, SSD. SSD. Swingers Speed Dating. Hartstikke mooie app. Gooi die op je telefoon. Daar kan je op zoek naar mensen die ook behoefte hebben aan een vleeselijk hoe heet dat? Die seks wilden. Ja, die seks wilden, ja. Ja. En mannen, jullie krijgen bij ons een hele grote korting. Dennis, vertel. Ja, want je kunt, als je lid wordt van SSD, een half jaar lang krijg je 1 maand gratis. Zeker. Als je lid wordt van SSD een jaar, krijg je 2 maanden gratis. Maar dan moet je wel de code roddelpraat invoeren. Ben je vrouw of stel en denk je, ik ben op zoek naar een man. Dan ga je überhaupt helemaal gratis. Met de code love. Love. Hoe mooi is dat? En dan hebben we ook nog Wouters Witgoed. Godverdomme. Nee, we hebben Wouters Witgoed niet meer. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Heb die een nieuwe deal? Ja. Die is hier langs mij gegaan. Wouters Witgoed, volgende week. Nee. Want we zien, ja. Nee, Wouters Witgoed heeft ook een nieuwe deal. Ja, die is niet langs mij gegaan. Ja, die is wel langs jou gegaan. Ja, maar dan moet je dat overleggen. Zakelijk conflict, volgende week Wouters Witgoed. Fantastisch witgoedbedrijf trouwens. In Alkmaar, Schagen en... Volgende week. Voor mijn veer. Dan wil ik u bedanken voor uw aandacht. Ja, jouw microfoon doet het niet meer. Hoezo niet? Ja, die doet het niet meer, hè? Die is uitgevallen. Je mag het alleen voor de mijne, die 7 minuten. Ja. Je mag wel even in mijn microfoon praten. Ja. Ja. Nou. Ja, die doet het nog wel, toch? Ja, die doet het altijd, hoor. Twee keer blazen en hij is er weer. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken naar Roddelpraat. Yvonne en ik vonden het ook heel fijn en gezellig. Ja. En Dennis, jij ook bedankt voor je aanwezigheid. De groeten. Ja, we zien u graag terug bij de extra uitzending. En ja. Leuk. Kom je nog eens langs? Kom je nog eens weer terug? Ja, ik kom zeker nog een keer terug, ja. Ik heb echt genoten van je, Yves. Oh, wat ben je toch fantastisch. Fantastisch. Dan doe je vriend de groeten.